namens de Open Universiteit en de opleiding gezondheidswetenschappen allemaal van harte welkom heten bij dit webinar over digitale transformatie in de zorg. Ik vind het echt geweldig om te zien dat jullie met zulke grote aantallen vandaag hier aanwezig zijn. Ja, ergens het geluid uit graag. Ja. Dus geweldig om te zien dat jullie met zulke grote aantallen vandaag hier aanwezig zijn. Het laat zien hoe actueel en hoe belangrijk dit onderwerp is. En dat er echt behoefte aan informatie die is groot. Nou, we hopen dat we met dit webinar jullie weer wat extra kennis en inzicht kunnen geven in dit belangrijke onderwerp. Voor we gaan beginnen, graag wat praktische zaken. En dan gaan we naar de volgende slide. Het is net al gezegd, hè, we maken opname van dit webinar. Die opnames die komen straks ook op de website van de gezondheidswetenschapopleiding. Dus dan kunnen jullie ze ook allemaal nog een keertje nakijken. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat jullie microfoon en camera uitzetten, zodat de kwaliteit het meest optimaal is. Dat wil niet zeggen dat je geen mogelijkheid hebt om het stellen van vragen, want vragen die kunnen via de chat. En Jeudenay Cobben die zal de chat goed in de gaten houden. En als daar relevante vragen zijn, zullen ze of in de chat worden behandeld, of na afloop van de lezingen en de presentators worden gegeven. Dus dan kunnen we wel jullie vragen beantwoorden. Wat gaan we vandaag doen? We hebben beperkt tijd, dus ik ga direct beginnen. We hebben eigenlijk één kort en twee wat langere presentaties. Ik zal beginnen met Vivian Lekker. Ik ben opleidingsdirecteur gezondheidswetenschap en werkzaam bij de Open Universiteit als hoogleraar gezondheidspsychologie. En ik zal iets vertellen over de opleiding gezondheidswetenschappen, kort de introductie. Daarna gaan we naar het thema van de dag, digitale transformatie. En dan zal Rogier van der Wetering beginnen. Hij is universitair hoofddocent informatiekunde bij de beide faculteit van de Open Universiteit. En Rogier zal een introductie en inkadering van het onderwerp presenteren. Nou, als derde spreker hebben we Daan Domen. Daan is bijzonder hoogleraar digitale transformatie in de zorg bij de faculteit managementwetenschappen. En daarnaast is hij ook ondernemer en CEO bij Lucie Healthtech. En hij is maatschappelijk actief als lid van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Nou, dat maakt hem echt de perfecte kandidaat om die wetenschap, hè, waar Rogier het ook over heeft, om die te koppelen aan de praktijk. Ik denk dat we een hele mooie combinatie van lezingen hebben. Ik zal de aftrap doen wat betreft onze nieuwe opleiding, hè, want deze lezing is in het kader van die nieuwe opleiding. Daar is hier ook een onderdeel van. En dat is de nieuwe masteropleiding gezondheidswetenschappen. En in die nieuwe opleiding, hier zien we een overzicht van alle wetenschappelijke staf, de coördinatoren van de verschillende cursussen die in deze nieuwe master worden gegeven. Dit is te klein om al die namen en alle faculteiten te zien, maar wat belangrijk is om te weten is dat als je de vraag stelt wie nou wij zijn, nou wij zijn van verschillende disciplines. Er is inbreng van psychologie, van managementwetenschappen, van informatica, van rechtswetenschappen en van natuurwetenschappen. En dat doen we omdat wij denken dat je de problematiek in de gezondheidszorg en in de publieke gezondheid, dat je die echt multidisciplinair zou moeten aanpakken. En al deze disciplines hebben dus een duidelijke bijdrage aan ons programma. Nou, hoe ziet die master gezondheidswetenschappen er nou uit? Het is een deeltijdmaster. Het is 60 IC. Dat betekent dat je er een deeltijd 2 jaar over doet. We gaan in september van dit jaar gaan we starten met de eerste ronde van de master. Het is een opleiding die op afstand is, een beetje à la OU-onderwijs. Dus op afstand in deeltijd en flexibel. Dat is echt makkelijk als je het wil combineren met je baan. Het is een academische opleiding, absoluut, maar hij is wel toepassingsgericht, want we houden ons echt bezig met de maatschappelijk relevante onderwerpen die op dit moment spelen in de gezondheid en zorg. En er is veel interactie met het werkveld. Het is ook een sterk multidisciplinaire opleiding. Ik heb het net al verteld met hoeveel disciplines we hier aan samenwerken. Nou, er is veel aandacht voor digitale thema's. Onderwerpen als e-health komen aan bod, data science komen aan bod. En ook digitale transformatie, en dat is het centrale thema waar we het vandaag de lezing over zullen hebben. En er zijn 2 specialisaties. 1 specialisatie is gezondheidsbevordering
En de andere specialisatie is de specialisatie management en kwaliteitszorg. Nou, hoe ziet die opleiding er nou uit? Hallo. Nou, de opleiding bestaat uit een aantal vakken. En hier zien we een schema van die masteropleiding. We beginnen met twee, wat wij noemen breed perspectief opleidingen. Dus we kijken heel breed naar wat er allemaal relevant is in het veld van gezondheidswetenschappen. En ook in management in de zorg. En we proberen juist die brede perspectieven ook echt bij elkaar te halen, want dat is heel belangrijk. En dan kun je als student kiezen voor twee specialisaties. Dat kan de specialisatie gezondheidsbevordering zijn of de specialisatie management en kwaliteitszorg. Kies je voor die gezondheidsbevordering, dan krijg je een cursus die gaat over de ontwikkeling en implementatie van interventies. Hè, dus hoe ontwikkel je interventies die de gezondheid kunnen bevorderen. Daarna hebben we ook een cursus die gaat over evidence-based e-health. Dus hoe kun je e-health inzetten en ontwikkelen in de publieke gezondheid en in de zorg. En er is nog een cursus die heet data science in de gezondheidszorg. Dus en in de gezondheid. En waarom kijken, hoe kun je met data science gezondheid en zorg verbeteren en inzicht daarin krijgen. Die andere specialisatie is de specialisatie management en kwaliteitszorg. En die begint met een cursus over digitale transformatie. Nou, vandaag zullen we daar meer over horen. Er is ook een cursus die gaat over de juridische aspecten van de gezondheidszorg. Want ook dat is erg belangrijk om die kaders goed scherp te hebben. En we hebben een cursus die gaat over de beleid, kwaliteitszorg en governance. En ook dat is de derde, zeg maar, cursus van de specialisatie. Nu is het niet zo dat als je in die specialisatie zit dat het dan is. Want daarnaast hebben we voor alle studenten een parallel lint, hè, dat zie je in het begin van die figuur, dat heet projectfase. En die is parallel aan de specialisatie. Dat betekent dat je daar aan maatschappelijk relevante projecten gaat werken. En dat doe je niet met alleen maar mensen uit je eigen richting, dat doe je ook met mensen van de andere specialisatie. Want dit is nou echt zo'n project, zo'n cursus waar het gaat om interdisciplinariteit. Dus van elkaar leren vanuit verschillende oogpunten naar een maatschappelijk relevant oogpunt kijken en kijken hoe dat gebakken gevolgen dat heeft, hoe je bijvoorbeeld de zorg of de publieke gezondheid kunt versterken. Nou, dat gaat dus gedurende drie cursussen is dat een parallel traject waarin je dus met elkaar samenwerkt. Nou, de master wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek waarin je eerst een goede opzet maakt die je helemaal uitwerkt en waarin je gaat kijken van naar een praktisch relevant onderwerp. Daarvoor geldt dat het natuurlijk een wetenschappelijk onderzoek is. Dat is natuurlijk, het is een academische opleiding. Maar het gaat nog steeds om een praktisch relevant onderwerp. Je kan dus bijvoorbeeld een onderwerp kiezen in je eigen instelling. Of je kan een onderwerp kiezen waarin jij ook in de toekomst mee aan de slag gaat. Het gaat natuurlijk om academisch onderzoek. Maar we proberen dat. Het is heel belangrijk dat we daar echt die praktijkcontext een mooie rol geven. Nou, waar leidt deze opleiding nou toe op? Hè? We leiden academische professionals op. Nou, dat klinkt leuk, maar wat is dat nou? Nou, wij denken dat als je de publieke gezondheid en de zorg, als je die wilt verbeteren, dan heb je snelle kritische denkers nodig en probleemoplossers. En dat was wat wij proberen in deze master te realiseren. Dus we leiden mensen op die weten hoe ze actuele vraagstukken in de gezondheidszorg moeten aanpakken. En dat is echt systematisch en op basis van wetenschap. Nou, ik denk dat het laatste punt is, hè, waar leiden we toe op en wat is de combinatie tussen wetenschap en praktijk, is een hele mooie brug naar onze allereerste lezing. En dan ga ik stoppen met het delen van deze presentatie en dan geef ik heel graag het woord aan Rogier. Of hij aan de slag wil gaan met de eerste lezing. Tenzij er nog vragen zijn, dan kijk ik even naar Jeu, want die heeft de chat bijgehouden. Nee, tot dusver geen vragen. Prima, nou dan geef ik het woord graag aan Rogier voor de eerste lezing rondom digitale transformatie. Dankjewel Lilian voor deze introductie. Ik ga ondertussen kijken of ik mijn beeld kan delen met jullie. Ja, we zien het. Dat is mooi. Nu zie ik verder niks meer, dus dan ga ik gewoon mijn presentatie doen. Welkom allemaal. In de komende 20 minuutjes ga ik jullie meenemen in het domein van de digitale transformatie. En eigenlijk ook een aftrap geven wat dat nou kan betekenen voor de zorg.
Het is niet mijn intentie om alles uit de doeken te doen over wat digitale transformatie nou eigenlijk behelst. Dat is enorm breed. Maar ik wil jullie eigenlijk een introductie geven over hoe dat eruit ziet. En wat er ook over vanuit de literatuur over bekend is. Kort even iets over mijzelf en dan gaan we de inhoud in. Dan weten jullie in ieder geval wie je voor je hebt. Ik ben universitair hoofddocent informatiekunde. Ik werk sinds 2015 bij de Open Universiteit. Hiervoor heb ik 10 jaar bij Deloitte Consulting gewerkt en in de zorgadviespraktijk. In zowel onderwijs en in onderzoek hou ik me bezig met een aantal onderwerpen, waaronder healthcare IT en digital transformation. En eigenlijk de rode draad in al deze thema's is toch het adaptief karakter en de competenties van instellingen met behulp van digital capabilities, nieuwe innovatieve technologieën, zijn ze in staat om te veranderen. Dat is eigenlijk waar ik me mee bezig hou en dat komt ook terug in de cursussen die ik ontwikkel binnen de Beta-faculteit en ook binnen gezondheidswetenschappen. Goed, voordat ik begin, want nu weten jullie enigszins wie ik ben, maar ik vind het leuk om te weten wie we eigenlijk online hebben vandaag. Ondanks dat ik nu niet een poll kan doen, zou ik toch de mensen willen vragen om een handje op te steken, want Jeudoné kan wel kijken in de lijst met wie dan het handje heeft opgestoken. Dus de eerste vraag is, wie weet wat een digitale transformatie is? En als jij dat weet, en laten we even ervan uitgaan van, je hebt er iets over gelezen, je weet ongeveer wat het betekent, dat is voor nu, ja, is dat voldoende. Dus wie weet wat een digitale transformatie is? Ja, dan kun je je vingertje opsteken. Nou ben ik natuurlijk razend benieuwd hoeveel mensen er ongeveer een vinger hebben opgestoken. Jeudoné, kan jij een inschatting maken? Nou, er zijn van de 104 mensen die deelnemen. En het loopt al nog op, zijn er nu al 51 mensen die hun hand hebben opgestoken. Nou, kijk eens aan, hartstikke goed. Nou ja, dan hoop ik alsnog dat vanmiddag interessant voor jullie is. En dat het toch wat nieuwe perspectieven met zich meebrengt. De vervolgvraag is dan, oké. Wie werkt er in de zorg aan digitale transformaties? Dus heb je die kennis ook toegepast? Wederom, ja, je vingertje opsteken. En nu blijven we zetten op ongeveer 1/3 van de deelnemers. Ja, nou, dat is natuurlijk te verwachten. Dat zou te mooi zijn als iedereen ook die ervaring heeft. Maar dank jullie wel. Dan heb ik een beetje een beeld. Er wordt ontzettend veel geschreven over digital transformations, nieuwe digitale innovaties en wat dat allemaal met ons werk en met de maatschappij doet. Er zijn heel veel boeken over verschenen in de afgelopen jaren. Het is niet iets wat we het afgelopen jaar in één keer hot is. Dit is al jaren aan de gang. En eigenlijk als je door al deze boeken heen kijkt, is de boodschap toch wel, je had gisteren al in moeten springen. Ga je nu beginnen, ben je eigenlijk al te laat. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen fijne boodschap, maar waarschijnlijk wel realiteit. Omdat je gewoon links en rechts anders wordt ingehaald door concurrenten die er al jaren mee bezig zijn. Om nieuwe digitale innovaties in te bedden binnen de organisatie. Dat is natuurlijk een heel interessant perspectief. Maar om digitale transformatie echt goed te begrijpen, dan moeten we eigenlijk terug in de tijd, naar de jaren 80. Want in de jaren 80 was er een econoom, Robert Solow, een Nobelprijswinnaar, die eigenlijk constateerde van, goh, dat is allemaal fantastisch, dat we nu in een tijdperk leven waarin data processing eigenlijk hot werd. Dus er werd geïnvesteerd in nieuwe infrastructuren, in de computer, die werd mainstream. Maar je zag de resultaten, eigenlijk de effecten daarvan, niet of nauwelijks terug in de statistieken. En dit is ook wel wat bekend is geworden als de productivity paradox. En in de jaren daarna is er veel onderzoek gedaan in dit domein naar afstemming tussen bedrijfsvoering en ICT. En dat noemen we eigenlijk business IT alignment. En dat is nou echt een topic wat al sinds de jaren 80 keer op keer in de top 10 staat van management issues die op de agenda van de CIO's en de CEO's staan. Dus het is echt een belangrijk topic waar veel aandacht voor was en nog steeds voor is.
In de jaren daarna zie je dus dat er veel onderzoek is gedaan in dit domein. En kwam men tot de conclusie dat alleen investeren in IT, dat is dus dat is niet genoeg. Which makes sense. Maar dat je het eigenlijk moet zien als een onderdeel van een groter geheel. Van een bredere organisatieverandering. En die organisatieverandering, natuurlijk mits goed uitgevoerd, die kan wel de productiviteit en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Aldus Brynjolfsson en Hitt eind jaren 90. Nou, dan maken we eigenlijk een sprongetje naar het nu. En zien we in een recente studie van Vial, die een metastudie heeft gedaan naar wat digitale transformatie nou eigenlijk is en hoe omvangrijk dat nou is. En die concludeert eigenlijk dat digitale transformatie, dat is een proces. Dat is niet iets wat je één keer doet en dan klaar. Nee, het is echt een traject wat je instapt. Met dat als doel heeft eigenlijk het verbeteren van een entiteit. Hè? To improve an entity. En een entity, dat kan zijn een organisatie, maar ook een maatschappij als geheel. Dus verschillende niveaus. En dat doet het door by triggering significant changes to its properties through combinations of information, computing, communication and connectivity technologies. Dus door middel van nieuwe digitale innovaties. En VIO geeft ook aan dat dit heeft wel echt substantieel impact op jouw bedrijfsvoering, op je businessmodel, de manier waarop je zaken doet, waarop je processen inricht. Maar het heeft ook impact op de staffing, op je capaciteitsplanning en je workforce. Met andere woorden, het vraagt om hele nieuwe skills. En dat is natuurlijk heel interessant. En hoe ziet dat er nou uit? Jullie hebben ongetwijfeld gehoord van de state-of-the-art digitale technologieën. Er wordt wel eens SMACIT genoemd. Hè? Dat staat voor Social Mobile Analytics, Internet of Things, Cloud. En het zijn deze technologieën die eigenlijk voor disruption zorgen in de markt. En voor de toegankelijkheid van data die ingezet kan worden. En die zorgen eigenlijk voor, en je ziet dat links in het plaatje als een trigger naar boven, dat er een strategische respons moet zijn van bedrijven. Door in eerste instantie plannen te maken over hoe deze technologieën in te zetten binnen je bedrijfsvoering. Dus die strategieën maken echt gebruik van die state-of-the-art technologieën. En door deze te gebruiken en in te zetten binnen je bedrijfsvoering, binnen je processen, binnen operations, in de zorg, kun je waarde gaan creëren, kun je nieuwe proposities ontwikkelen, kun je netwerken gaan aanboren, kun je via verschillende kanalen je proposities uitbrengen. Maar goed, dan moet je wel kijken naar wat er al is binnen een organisatie. En er zijn ook barrières die te overwinnen zijn. Dus ook de structuur van een organisatie, de huidige cultuur, leiderschapstijlen, maar ook gewoon überhaupt inertia, hè, dus niet de wens om te veranderen, die kunnen wel degelijk een impact hebben ook op de proposities die een organisatie in de markt wil zetten. Nou, daar kunnen natuurlijk positieve resultaten uit voortkomen, hè, dus die worden gegenereerd, efficiencies, kwaliteitsverbetering, et cetera, maar kan ook zeker tot discussie leiden en security issues en privacy issues, zeker ook de recente AVG-kwesties die spelen. Het wordt er al niet makkelijker op. Maar dit is eigenlijk het proces wat je doorloopt. Nou, er zijn een aantal onderzoekers bij MIT die hebben ook gekeken naar hoe wordt een digitale transformatie nou eigenlijk vormgegeven? Wat is nou de strategie die CEO's en CIO's hanteren? Nou, die hebben dat eigenlijk uitgezet in een matrix. En je ziet eigenlijk langs de verticale als de customer experience, traditioneel en transformed. En langs de horizontale als operational efficiency. En ook weer traditional en transformed. En daarbinnen zie je eigenlijk een aantal groeipaden die bedrijven hebben doorlopen. En dit is gebaseerd op data, ik meen, van 450 internationale bedrijven. Grote bedrijven. En het is interessant om te zien dat het merendeel eigenlijk van de bedrijven ervoor heeft gekozen om in een ontwikkeltraject pad 3 te kiezen. Dat is dus vanuit het linker ondercel, silo's en spaghetti, naar rechtsboven future ready. Dus dat betekent dus dat vanuit de huidige werkpraktijk met focus op je huidige dienstverlening,
datgene wat je altijd deed, incrementeel verbeteren. Door aan de ene kant efficiëntie te verbeteren met nieuwe technologieën, maar ook te werken aan die customer experience. Bijvoorbeeld door op websites of mobile in te zetten en je dienstverlening op die manier te verbeteren. Je ziet ook dat 20% er eigenlijk voor kiest om eerst te werken aan die efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan het snel en effectief kunnen afhandelen van verzekeringspolissen. En dat verloopt eigenlijk dat pad via industrialized en dan naar boven. Je ziet dat pad 2 gaat juist de andere kant op via integrated experience. Dat zijn juist de bedrijven die juist die klant willen binden. Dus door tijdig een platform voor zo'n portal voor klanten te ontwikkelen en dan echt de transformatie naar efficiëntie te maken. Pad 4, dat is eigenlijk een big bang, zou je kunnen zeggen. Vanuit het niets een nieuw bedrijf neerzetten en dan naar de markt gaan. Een bekend voorbeeld is ING Direct. 10 jaar geleden eigenlijk een hele nieuwe bank neergezet, wereldwijd. En met eigen processen en eigen back-offers. En op die manier heel efficiënt. Dus je ziet dat er eigenlijk verschillende paden zijn om een transformatie te realiseren. Maar wat is nou het doel? Het doel is niet zozeer een digitale transformatie. Het doel is echt, zoals hier vermeld, to become ambidextrous. Dat is echt een managementterm. En dat betekent eigenlijk twee dingen tegelijk kunnen doen. Aan de ene kant focus op je klanten binden, boeien, behouden. Dus engage en delight customers. En tegelijkertijd werken aan die efficiëntie. Aan kwaliteitsverbetering en efficiëntie. Gebruik maken van nieuwe digitale technologie. Wat betekent dat nu allemaal voor de zorg? Want het is prachtig natuurlijk, al die digitale transformaties. Maar wat is daar nou over bekend voor de zorg? Ook daar is wederom heel veel geschreven. En wordt er met de dag wel weer een prachtig boek of een blog of een artikel uitgebracht. Maar deels is dat ook vooruitkijken. Van waar gaat het naartoe? En je moet ook gewoon kijken naar datgene wat je op dit moment kunt doen. Gegeven mogelijke beperkingen, resources en het systeem waar je in zit. Want dat is natuurlijk nogal bepalend voor hoe je dingen kunt voorgeven. Dat is niet iets van het ene land kun je transformeren naar een ander land. Het zijn ongetwijfeld best practices, maar een 1-op-1 vertaling is onmogelijk, omdat het toch zo uniek is, de zorg per land en de regelgeving die daar speelt. Wat speelt er? De meeste mensen van jullie die werken in de zorg, dus dat hoef ik jullie eigenlijk niet te vertellen. Dat kunnen jullie mij nog beter uitleggen. Maar het is duidelijk dat er iets gaande is natuurlijk. We hebben allemaal met COVID te maken, professioneel dan wel in de privésfeer. Maar daarnaast spelen natuurlijk tal van andere zaken. Deze lijst is zeker niet volledig. Maar het geeft in elk geval aan dat er is urgentie om wat te doen binnen de zorg. Dus vergrijzing, toename van het aantal chronische aandoeningen. De trend van zorguitgaven. Betaalbaarheid is gewoon een aandachtspunt. En daarnaast zie je ook dat de werkdruk hoog is binnen zorg en dat er tal van administratieve verplichtingen zijn die mogelijk ook efficiënter zouden kunnen. En de lijst is, die gaat nog wel even door. Wat dan te doen? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag vanuit de wetenschap, maar zeker ook vanuit de praktijk. En vanuit de praktijk, daar zal Daan ook wat meer over gaan vertellen. Maar ook vanuit onderzoek is er ook toch ook gekeken naar door Gartner, ook in gesprek met heel veel bestuurders van zorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, over wat kun je nou eigenlijk doen in deze fase die we met elkaar doormaken. En eigenlijk komen ze tot de conclusie dat er twee assen zijn waar je als ziekenhuis of zorginstelling op moet inzetten. Aan de ene kant, en dat is het oranje vlak, is die transformatie en innovatie. En dan zijn daar eigenlijk drie kernaspecten waar je op moet inzetten. Digital strategy, namelijk hoe kan ik je de digital en de IT-strategie op elkaar afstemmen en hoe kan ik ervoor zorgen dat alle initiatieven de processen ondersteunen. Dat is één. Advanced intelligence gaat echt over de vraag van hoe kan ik gebruik maken van state-of-the-art analytics toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan artificial intelligence, predictive analytics en allerlei andere data-gedreven innovaties om nieuwe waarden te gaan creëren, om sneller en tijdig te kunnen handelen, et cetera. En de laatste vraag die focust zich echt op wat zijn de trends en de laatste innovaties in de markt en hoe kan ik daarop inspelen. Dus dat is eigenlijk het bovenste deel. Tegelijkertijd
geeft Gartner ook aan van oké, dat is goed, hè? Je moet je continu blijven vernieuwen en blijven innoveren, maar houd oog voor dat hele ecosysteem. De instelling staat niet op zichzelf, heeft te maken met allerlei stakeholders in dat zorgveld. Denk aan de huisartsen, aan andere instellingen, denk aan de patiënt die een hele belangrijke rol heeft over wat te transformeren en hoe dat dan te doen. Dus werk daarnaast innovatie ook aan het verbeteren en moderniseren van de huidige zorg, de reguliere zorg. Kijk naar het betrekken van patiënten en kijk hoe die zorg efficiënter gemaakt kan worden. Eigenlijk twee pijlers. Hier zie je dus dat ambidextrous ook weer terug. Nou, zijn zorgorganisaties daar eigenlijk wel klaar voor? En uit dit grafiekje zou je kunnen opmaken dat het antwoord nee is. Fit in dit geval betekent, ja, ben je daar klaar voor? Ben je future ready? Heb je je resources, heb je je technologie om al die uitdagingen aan te kunnen? Slechts 22% geeft aan daar gereed voor te zijn. Dat is niet veel. En tegelijkertijd geeft dus 41% aan dat ze er deels eigenlijk klaar voor zijn, maar dat er toch ook wel behoorlijk wat gebreken zijn. En de rest zit er een beetje tussenin of wist het niet. Het positieve nieuws is dat wij in Nederland eigenlijk koploper zijn als het gaat om adoptie van mHealth, nieuwe digitale innovaties. Je ziet dat de artsen, toch wel zo'n 97% van de artsen gebruik maken van elektronische patiëntendossiers ten opzichte van 60-70% in Frankrijk en Portugal. Dat zijn goede statistieken, dat zijn hoopgevend, maar er is nog steeds ook werk aan de winkel. Nou, recent heb ik zelf ook met afstudeerders en promovendi ook een onderzoek gedaan binnen de Nederlandse ziekenhuizen, met name op afdelingsniveau, om te kijken naar hoe wordt nou eigenlijk die transformatie vormgegeven. En daarbij hebben we eigenlijk het perspectief van de dynamic capabilities, dus het anticiperend vermogen waar ik tijdens mijn eigen introductie even aan refereerde, dat hebben we hier eigenlijk ter hand genomen. En hebben we gekeken naar, ben je nou als ziekenhuis, ben je nou in staat om aan de ene kant te kunnen exploreren, dus experimenteren met nieuwe IT-innovaties, dat is het IT exploration gedeelte. Hè? Dus het bekijken van nieuwe databronnen, van nieuwe innovaties. En tegelijk ben je dan ook in staat om de huidige infrastructuur te kunnen exploiteren. Dus het maximale uithalen, dat is wat IT ambidexterity eigenlijk is. En de veronderstelling in dit onderzoek was, oké, als jij als ziekenhuis dat goed kunt, dan ben je vervolgens in staat, dat is het pijltje met H1, hypothese 1, om vervolgens eigenlijk die digitale transformatie goed te kunnen managen. In staat zijn om digitale innovaties te kunnen inzetten in processen. En dat is eigenlijk datgene wat Digital Dynamic Capability is. Een competentie en de kwaliteit om die transformatie mogelijk te maken. En vervolgens was de veronderstelling, als jij dat goed kunt, dan ben jij in staat om tijdig te kunnen inspelen op de behoeften van patiënten en daarnaar te kunnen handelen. Patient sensing en patient responding capability. Er zitten wat aardige controls in, waar we gekeken naar mogelijke confounding effecten. En wat blijkt inderdaad, is dat er een positief verband bestaat tussen IT ambidexterity en digital dynamic capability. En ook hypothese 2 en hypothese 3, die werden bevestigd. En dat is interessant. We zitten dus nu ook in een vervolgonderzoek, waar we dus eigenlijk gaan verdiepen van maar hoe kun je dat nou in de praktijk echt toepassen? Dus ook dat doen we weer met masterstudenten en promovendi. En eigenlijk is dit een invulling, een kijk op digitale transformatie, waar er inderdaad wordt gewerkt aan aan de patient experience, waar we dat eerder customer experiences noemden, en het bewerkstelligen van operational efficiencies met behulp van technologie. Dit is leuk onderzoek om te doen, waarbij eigenlijk het ziekenhuis ook aangeven van die wil is er om te exploreren met nieuwe digitale innovaties. Maar tegelijkertijd is er ook nog wel een grote weg te gaan om dit echt gemeengoed te maken binnen alle Nederlandse ziekenhuizen. Dit was eigenlijk in de notendop wat ik jullie kan vertellen binnen deze korte tijd. En misschien ben ik al over mijn tijd heen. Maar ik wil toch mensen de gelegenheid geven om
vragen te stellen. Je kunt me ook altijd een mailtje sturen en connecten. Dat vind ik alleen maar leuk. En ik deel ook geregeld ook nieuw onderzoek altijd op sociale media. Dus dat kun je dan ook volgen. Dus eigenlijk zijn er vragen? Ja, we hebben een aantal vragen in de chat, Rogier. Ik zal beginnen met de eerste. Ronald vraagt, wat is het verschil in digitale transformatie buiten de zorg en digitale transformatie in de zorg? Hij stelt deze vraag omdat de snelheid en heigerigheid anders kan zijn in deze beide sectoren. Ja, goed punt, Ronald. Kijk, ik denk dat... Dat het proces wat je doorloopt, dat is niet anders. Het processchemaatje wat ik je eigenlijk liet zien van Vial, dat is eigenlijk ook direct toepasbaar op de zorg. De vraag is alleen van ja, hoe snel kun je daar binnen handelen en werkt het stelsel eigenlijk mee? En dat is eigenlijk ook wat ik noemde, is dat kijken naar andere landen is zeker waardevol om te kijken of daar ook best practices zijn en dergelijke. Maar een 1-op-1 vertaling is toch wel lastig, zelfs ook binnen westerse landen, omdat je toch te maken hebt met andere stelsels die anders zijn ingericht en datgene wat je kunt doen. Dus ik denk dat, ondanks dat er natuurlijk een hoop mogelijk is met behulp van nieuwe technologieën, is dat het toch ook wel lastig is binnen de zorg om dat 1-op-1 zo door te voeren zoals dat wellicht binnen de private sector wel kan, waar wellicht minder regulering is. Dus dat is zeker een barrière, maar dat neemt niet weg dat er nog een hoop dingen ook wel mogelijk zijn. Dankjewel. Dan hebben we de volgende vraag. Wat is het verschil tussen moderniseren en innoveren, vraagt Bas. Sorry, tussen moderniseren en innoveren. Ja, leuke vraag. Nou ja, je verwijst denk ik ook naar dat plaatje van Gartner en de onderste en de bovenste deel. Ja, dat bovenste deel innoveren, dat gaat echt om vernieuwing, nieuwe technologieën. Terwijl het onderste deel eigenlijk betrekking heeft op het exploiteren en de huidige infrastructuur optimaal inzetten. Dus dat, zo moet je dat eigenlijk zien. Dankjewel. Dan, ik heb nog twee vragen in de chat staan van Karin, die vraagt... Heeft Gartner zijn onderzoek betrokken op de Nederlandse of de wereldwijde situatie? Wereldwijd, ja. Okay. Dus dat is vandaar ook mijn nuance enigszins. Hè. Dus dat, dat was niet een fijne boodschap van, zijn de organisaties er klaar voor? Uit het statistiekje, uit de grafiek blijkt van niet. En tegelijkertijd zie je dat eigenlijk de situatie in Nederland wel heel hoopvol is. Omdat wij echt koploper zijn als het gaat om adoptie van mHealth en eHealth. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook echt nog beter gaan uitnutten. Dankjewel. En dan heb ik nu voor jou de laatste vraag. Suzanne vraagt, wat is het transformerende aspect aan adoptie van mHealth technieken? Nou, kijk, mHealth is wat dat betreft een heel aardig voorbeeld, want dat is niet nieuw. Hè? Dat is iets wat we al tientallen jaren eigenlijk ook al kennen. Het staat misschien wel aan het begin van de hele revolutie van... nieuwe digitale technieken. Waar zit de transformatie? Ik denk dat de transformatie erin zit, is dat je met de mobile applicaties gewoon simpelweg meer kunt. Want toen eigenlijk de opkomst van mobile er was, toen was er eigenlijk gewoon nog minder data beschikbaar. En je ziet dat die data nu eigenlijk doorslaggevend gaat worden in alle proposities waar bedrijven aan werken, ook zorginstellingen. Gaan straks ook echt de waarde zien van de data die ze hebben en ook met elkaar kunnen delen tussen instellingen. Ik denk dat daar een groot en cruciaal verschil zit, is dat de beschikbaarheid van data en hoe je daarmee omgaat, dat is de transformatie die je gaat doormaken. En mobile is dan alleen maar een kanaal in feite, hoe je het aan je patiënt meegeeft of aan je klanten. Ik denk dat daar met name de transformatie in zit. Dus het is niet zozeer de technologie in deze van, oké, ik heb een mobile, wat verandert er nu? Nee, het gaat om de grote hoeveelheid en kun je die optimaal inzetten. Dankjewel, Rogier. Dat waren de vragen. Oké. Mooi, leuk. Dankjewel. Het was een hele boeiende lezing, een mooie introductie op het gebied. En ik denk dat het, je zag ook al aan de vragen dat het ook wel wat vragen oproept, maar dat er ook dat er veel uitdagingen zijn in dit veld. Dat is wel duidelijk.
Veel dank voor je presentatie. Ik zou heel graag het woord willen geven aan Daan, die wat meer naar de praktijkkant van het verhaal gaat kijken, waar die eigenlijk de wetenschap waarschijnlijk niet uit het oog gaat verliezen. Daan, aan jou. Dank je, Lilian. En we hebben inderdaad afgesproken dat ik vooral ook wat zal delen over de praktische implicaties in Nederland hiervan. Als er vragen zijn, stel die wat mij betreft gewoon in de chat meteen. En Jeudonné, als je interessante mooie vragen hebt, dan mag je die ook wat mij betreft gewoon tussendoor stellen. En dan zullen we wel een beetje op de tijd letten. Ik ga mijn scherm ook even delen. Zo. Even kijken. Ja, wat mij betreft, digitale transformatie is natuurlijk een middel waarmee we iets willen bereiken. En dat bereiken, dat heeft Rogier al heel mooi verteld, zit hem voor een deel in efficiëntie, zit hem voor een deel in de customer experience, zoals dat zo mooi heet. Maar als je dat specifiek voor de zorg bekijkt, dan zit het wat mij betreft ook heel erg in wat ik noem unlocking the power of patients. Hoe kunnen we patiënten meer eigen regie geven, meer betrekken bij hun zorg en ook wellicht meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen zorg en gezondheid. Dit is mijn zusje en haar zwager vorig jaar toen hij nog leefde. Ik neem jullie mee naar augustus 2020. We waren... Er is iemand die zijn ding niet op mute heeft staan. Want ik hoor heel hard gekraakt tussendoor. Ja, nu zit we. Dit is mijn zusje met haar man. Een jaar geleden in augustus 2020 is hij overleden. En op ergens halverwege die maand reden we richting het huis waar hij uiteindelijk euthanasie heeft gepleegd. En eerder, 2 jaar daarvoor, kreeg hij de diagnose nadat hij last had van zijn buik en uiteindelijk een heel traject inging, waarbij hij continu naar het ziekenhuis moest voor controles, voor afspraken, voor een operatie. En een van de dingen die mij heel erg bij is gebleven in die eerste tijd voordat corona er was, was eigenlijk dat hij in dat hele proces iedere keer weer doodziek van de chemo voor kleine, relatief kleine dingen weer naar het ziekenhuis toe moest. En dan zat hij daar, kreeg hij een assistent die vertelde hem op een weegschaal zetten, wat vragen stelde en zei dat het goed ging. En dan kon hij weer naar huis. En dat waren ogenschijnlijk kleine dingen die vervelend waren. Maar voor hem betekende dat in feite een heel groot deel van zijn energie weglekte aan deze bezoekjes. En die kon hij dus niet meer besteden aan andere dingen, zoals vrienden zien of familie of dingen die hij nog belangrijk vond. Toen corona kwam, toen veranderde veel, want ziekenhuizen gingen dicht. En hij was ook als patiënt heel bang om corona te krijgen, want dat zou voor hem meteen het einde hebben betekend. Dus in één keer werd hij min of meer gedwongen, maar ook zijn zorgverleners, om allerlei dingen op afstand te regelen. Dus hij kon zijn waarde doorgeven, hij kon op afstand contact hebben, hij kreeg chemotherapie thuis. En dat heeft in die laatste maanden voor hem met hele kleine dingen, technische dingen, ongelooflijk veel betekent in zijn vrijheid en het gevoel van regie hebben. En voor mij staat dat symbool dat digitale transformatie, groot of klein, heel erg gaat over wat dit uiteindelijk kan betekenen voor zorgverleners aan de ene kant, maar zeker voor patiënten aan de andere kant. Want als je naar de komende jaren gaat kijken, dan, en ik denk dat de meesten van jullie dat ook weten, dan zie je dat eigenlijk corona ons nog maar in een notendop laat zien, onder een vergrootglas, wat het betekent als je geen capaciteit hebt in de zorg. Als je nu gaat kijken naar het aantal mensen met een chronische aandoening, dan stijgt dat nog steeds heel snel als gevolg van de vergrijzing. We kunnen meer, waardoor mensen ook langer kunnen leven, maar ook met een ziekte en dus ook met intensieve zorg. Mensen worden ouder en er komen ook nog eens meer ouderen. En tegelijkertijd vragen wij als patiënt steeds meer, omdat we ook het gevoel hebben dat we ervoor betalen en we een on-demand maatschappij min of meer gewend zijn. Dus we willen ons veel meer als consument gedragen. En als we dat extrapoleren op de situatie van nu, dan verwachten we dat er de komende jaren in ieder geval tienduizenden verpleegkundigen extra nodig zijn. En als je nog verder kijkt, dat er een groot tekort is in huisartsen in allerlei regio's in Nederland. En dat betekent dat we echt op een andere manier naar die zorg moeten kijken. Want wat vinden wij goede zorg, is heel vaak toch
de beschikbaarheid van een zorgverlener op die momenten dat jij dat ook echt nodig hebt. Niet van een robot of een apparaat, maar van een mens die een ander mens kan helpen. De wereld staat op dat gebied niet stil. En ik wil eigenlijk vandaag bij 3 trends stilstaan. En ik wil een aantal voorbeelden daarbij aanhalen uit de dagelijkse praktijk. En ik put daarbij ook een beetje uit de praktijk van mijn eigen bedrijf. Want daar kan ik makkelijk data en effecten enzovoort van delen. Het gaat om deze 3 trends. Schaalbare kennis of een nieuwe voordeur. En uiteindelijk nieuwe regionale modellen om zorg te leveren. Vorig jaar was er de coronacrisis die om zich heen greep. In het begin in maart was de paniek natuurlijk gigantisch. En dat leidde ertoe dat in steeds meer regio's uiteindelijk de zorg begon vol te lopen. Er kwam een soort zorginfarct, zoals we dat toen noemden. In Amsterdam specifiek waren de wachttijden bij de huisartsenposten waren inmiddels opgelopen tot 2,5-3 uur. Mensen kwamen allemaal naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, omdat ze niet wisten wat ze moesten doen. Er werd op dat moment nog niet getest en er was paniek alom. Wij hebben toen samen met OVG en 15 ziekenhuizen de coronacheck in het leven geroepen. Eigenlijk als middel om een deel van al die vragen te kunnen herleiden. Want ja, we konden en de ziekenhuizen konden het op dat moment gewoon niet aan. En wilden hun capaciteit optimaal inzetten voor die mensen die het nodig hadden. Wat we toen zagen in het begin, toen we nog heel weinig wisten van corona. Is dat die app werd aangepast, maar daar kwamen allerlei signalen uit. Allerlei data en gegevens die naar boven kwam. Alerts, alarmen die gegenereerd werden als mensen boven de grenswaarde van het RIVM zaten met hoesten of koorts of benauwdheid. En die werden door dokters, en je ziet hier een van de centra die daarvoor was ingericht, werden op afstand begeleid. Die waren er ook voldoende beschikbaar, want het ziekenhuis was afgeschaald, dus er waren AIO's, er waren verpleegkundigen, er waren artsen die konden helpen. Wat we uiteindelijk zagen toen die algoritmen werden ingeleerd, omdat we meer te weten kwamen van corona, er werd meer duidelijk wat er nou gevaarlijk was en wat niet, wanneer dat waarschijnlijk tot een infectie betekende. Maar we kregen ook veel meer data over wat er nou eigenlijk werd gerapporteerd door mensen en wat dan vervolgens de handelingen waren geweest. En toen die algoritmen ingeleerd konden worden, geconfigureerd konden worden in het systeem, leidde dat ertoe dat we in het begin zo'n 20.000 patiënten op afstand begeleiden of burgers op afstand begeleiden met 50 dokters achter schermen. En uiteindelijk toen al die algoritmen werkten, toen zagen we dat we bijna 200.000 mensen konden begeleiden. En zaten er nog maar 8 dokters achter schermen. En de reden daarvoor was eigenlijk vooral dat dat de kennis schaalbaar was gemaakt. Omdat in het systeem er van alles werd automatisch afgehandeld. Het systeem, de app stuurde automatisch berichtjes. Er werd niet altijd meer een alert gegenereerd. Want we wisten veel nauwkeuriger wat er aan de hand was. We konden data combineren. En dat laat eigenlijk de kracht zien van de combinatie van mensen en techniek. Je kan daarmee kennis schaalbaar maken. En wij zijn niet de enige met corona die daarmee bezig zijn. Want je ziet dat in het balkengrafiekje. Daar zijn natuurlijk ook allerlei andere partijen mee bezig. De eerste trend die we zien is dat er in toenemende mate digitale huisartsen overal ontstaan. Een hele bekende is de GP at Hand van de NHS in Engeland. Het bedrijf Babylon, wat een huisartsenlicentie heeft gekregen. Daar kan je tegen chatten, een chatbot. En op het moment dat het nodig is, kan je ook verbonden worden met een arts. En is er zelfs ruimte om naar een kliniek te gaan. Cree in Zweden en in Nederland zie je dat bedrijven zoals Docline of Quinn bijvoorbeeld hiermee bezig zijn. Daarmee wordt het al mogelijk om de beperkte capaciteit groter te maken. Want mensen gaan dus met chatbots of met, op een andere manier aan de slag. Een andere vorm is de techbedrijven. Omon, hier een plaatje, maar bijvoorbeeld Apple is natuurlijk een hele bekende. Die in feite met de Apple Watch steeds meer waarde in feite gaan verzamelen. Maar daar ook analyses op kunnen doen. Zo kan je met de Apple Watch nu atriumfibrilleren detecteren. Dat wil zeggen, je kan niet 100% zeker weten dat je dat hebt. Maar je kan in ieder geval, net als in de auto van je, het olielampje van de auto, een signaal krijgen van let op, er is iets. En je kan daarmee vervolgens vroegtijdig actie nemen. Google doet dat ook, maar dan bijvoorbeeld nu met dermatologie, waarbij je je wondfoto kan analyseren en kan bekijken of er een plekje is. Nou, dit soort voorbeelden zijn eigenlijk allemaal voorbeelden waarbij je vroegtijdig iets wil ontdekken, maar waarbij je vervolgens de reactie aan de achterkant schaalbaar wil maken.
En de investeringen daarin zijn gigantisch. Babylon haalde vorig jaar $500 miljoen op. In de wereld van de investeerders. Apple kennen we, Google kennen we natuurlijk ook. En ook Quinn in Nederland heeft €25 miljoen opgehaald om haar concept verder uit te rollen. Dus je ziet dat er een nieuwe voordeur gaat ontstaan, waarbij vooral de bedoeling is om kennis schaalbaar te maken. En die nieuwe voordeur is dan ook mijn volgende trend. Want naast wat we met corona hebben gezien, zijn er natuurlijk veel meer onzichtbare pandemieën. En ik wil er eentje eigenlijk even uitlichten om heel concreet te laten zien wat dat kan betekenen. En dat is boezemfibrilleren, hartritmestoornissen. Een van de snelst groeiende aandoeningen, veelal bij ouderen. En eigenlijk heel goed te behandelen met medicatie of eventueel andere meer medische ingrepen. Maar als je het niet weet, kan het onbehandeld leiden tot hartfalen en zelfs tot CVA's. Dus hersenbloedingen die natuurlijk heel erg vervelend uit kunnen werken. Maar wat als je nou een grote groep mensen eerder zou kunnen screenen, waardoor je veel eerder ze in beeld krijgt en dan ook eerder die even relatief eenvoudige behandelingen kan doen. Laten we even kijken naar een korte video. Millions of people around the world live with a potential fatality inside their body, and they don't even know about it. This lurking enemy is called atrial fibrillation. It causes the heart to start beating irregularly. Most people with AF don't have symptoms. 30% are not even diagnosed. But they do have a 5 times higher risk of stroke and 2 times higher risk of heart failure. The number of people with AF will double in the coming decades, making it one of the most dangerous and costly diseases on our planet. We want to use our knowledge to support doctors in finding and treating AF. Every day, thousands of people use devices as part of a healthy life or as advised by their doctors. So an important AF risk group is on our radar. What if we could easily screen them and, when needed, connect them with a care professional in the blink of an eye? We used our knowledge and innovation power to make this happen. Our algorithms never sleep and provide secure AF screening at the tip of a finger. If AF is detected, an immediate connection is set up with one of our medical service partners across the globe. Now, for the first time in history, doctors can reach out proactively long before a possible cardiac event occurs for diagnosis, treatment, and personalized care. This technology empowers my patients to screen themselves so they can obtain important medical information that I can use in my EMR and act upon. Making the connection to professionals in time. Ja, als je zo gaat kijken, dan kan je zorg op een hele andere manier met behulp van die digitale transformatie inrichten. In plaats van wachten tot iemand klachten ontwikkelt, kan je dat veel eerder detecteren. Of zelfs in bepaalde gevallen voor zijn, omdat je voorspellingen kan doen. Je kan met die nieuwe voordeur mensen direct in contact brengen met de juiste zorgverlener. Dat kan via een huisarts zijn, maar dat kan ook rechtstreeks met een cardioloog. Of in het geval van Skin Vision bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld in Nederland, wat CZ ook ondersteunt met een dermatoloog, waarbij je meteen advies kan krijgen. En vervolgens kan je doorverwezen worden in regionale netwerken. En dat is denk ik een laatste belangrijke trend die ik voor nu wil aanstippen, waarbij je ziet dat digitale transformatie niet alleen als effect heeft dat je in feite zorgprocessen digitaliseert, maar dat je ook de ordening daarvan heel erg kan beïnvloeden. En er zijn dus allerlei bestaande netwerken. En dit is een voorbeeld. Op het moment dat je patiënten op grote schaal kan screenen, nou, Apple heeft dat in Amerika met de Apple Heart Study met Stanford bijvoorbeeld gedaan, kan je ze snel in contact brengen met de eerste lijn voor verdere diagnose en screening, kan je in de tweede lijn vervolgens vaststellen wat er is en ook mensen lange tijd begeleiden en kan je in de derde lijn specifieke dienstverlening doen, denk aan ablaties of cardioversies die daar plaatsvinden. En op die manier creëer je eigenlijk een netwerk
rondom die patiënt, waarbij het niet meer uitmaakt met wie die op welk moment contact heeft. Want je regelt eigenlijk dat dat altijd de juiste is. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want dat heeft natuurlijk grote impact op financiële modellen. Het heeft grote impact op ordening enzovoort. Als ik kijk naar de verwachting voor die digitale zorg dan in de regio, dan zie je eigenlijk drie niveaus waarop dit plaatsvindt. De virtuele verpleegafdeling, en ik neem even COVID als voorbeeld. Tientallen ziekenhuizen die patiënten vroeger eerder uit het ziekenhuis ontslaan om ze uiteindelijk thuis te laten herstellen. Onderzoek van onder andere Maastad ziekenhuis toonde aan dat dat naast zo'n 150.000 euro besparing opleverde in een aantal maanden ook nog eens 11 dagen gemiddeld per patiënt betekende dat ze eerder naar huis konden. Jeroen Bosch ziekenhuis had op het hoogtepunt meer dan 70, 80 patiënten letterlijk in een virtuele afdeling liggen en die anders in het ziekenhuis hadden gelegen. Nou, thuismetingen om mensen lange termijn te begeleiden. Bij COVID kan je denken aan long-COVID, waar dat op dit moment gebeurt. Maar dan gaat het niet alleen over de begeleiding, maar ook over educatie, voorlichting en de laagdrempelig contact met zorgverleners. En uiteindelijk natuurlijk de zelfzorg, waarbij iemand die stabiel is op het moment dat hij klachten krijgt, snel kan weten wat er aan de hand is. Nou, divers onderzoek, onder andere bij Slingeland, bij Naast, bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen, laat zien dat zo'n 80-93% van alle vragen van die patiënten vervolgens afgehandeld kan worden door die kunstmatige intelligentie in zo'n platform en door de mensen die op zo'n lokaal of regionaal regiecentrum zitten. Je kan je voorstellen wat dat betekent als die vragen dus niet meer allemaal direct op de poli terechtkomen, maar dat die worden afgehandeld. En dat betekent dat de mensen op de poli meer tijd over kunnen hebben om die mensen te zien voor wie dat ook echt nodig is. En zo draagt digitale transformatie in de zorg bij aan die opgave waar we voor staan. Nou, waarom, als die cijfers nou zo mooi zijn, is het er dan nog niet? Daar wil ik eigenlijk als laatste even kort bij stilstaan. Eén is, er is heel lange tijd geprobeerd, en dat wordt nog steeds wel geprobeerd, om naar een soort van één landelijk centrum te gaan en patiënten te verplaatsen, waarbij ze dan onder die nieuwe behandelaar terechtkomen, digitale behandelaar. Maar we weten inmiddels uit allerlei evaluaties van projecten en initiatieven in Nederland dat patiënten toch heel erg hechten aan hun eigen zorgverlener. Misschien als ze een kleine klacht hebben niet, en dan zie je ook dat er dan verschuivingen plaatsvinden, maar als iemand bijvoorbeeld bij de cardioloog komt vanwege zijn hart, dan is hij niet zomaar geneigd om te switchen naar een andere plek. Zeker niet als dat volledig digitaal is. Dus die blended care is een hele belangrijke. Nou, er zijn heel veel initiatieven. En tegelijkertijd wordt Nederland wel eens het pilotland genoemd. Ik ben daar zelf niet heel negatief over. Want ik moet eerlijk zeggen dat we als Nederland, wij zijn zelf als met mijn bedrijf in 7 landen actief. En dan zie je dat Nederland consequent echt koploper is. Maar wat wel een risico is, is dat we op allerlei plaatsen het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn en ook blijven. En als laatste, er is op dit moment nog geen echt duurzaam verdienmodel. Want heel veel zorg, hoe graag we het ook willen, is nog steeds ingericht op handelingen. Of wordt in ieder geval verrekend op basis van handelingen die we verrichten. En er zijn voorbeelden waar verzekeraars dat veranderen. Maar het is nog steeds vaak zo dat uiteindelijk het zien van de dokter geld oplevert voor een ziekenhuis of voor de specialist of voor de huisarts. Terwijl je eigenlijk natuurlijk zou willen dat het resultaat dat oplevert. Want e-health, in dit geval m-health, zorgt er vaak voor dat je patiënten minder gaat zien. Dus vandaar dat dat nog een bottleneck is. Nou, waarom is die tijd dan nu wel rijp? Ik denk dat corona een hele grote impact heeft gehad in het feit dat zorgverleners dat zijn gaan uitproberen. Maar er is ook op politiek niveau heel veel aandacht. Ik heb zelf meegewerkt vanuit mijn rol bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij het rapport Zorg op afstand dichterbij, waarbij we in het veld hebben gekeken van wat is nou de impact geweest van die coronacrisis en ook vooral hoe kunnen we dat volhouden. Je kan dat rapport ook downloaden op de website van de Raad. Maar we hebben ook samengewerkt met de Nederlandse Zorgautoriteit, die een heel interessant rapport heeft uitgebracht, advies aan de minister, samenwerken aan passende zorg, waarbij het eigenlijk gaat over die verschuiving van verdienmodellen in de zorg, van betalen voor handelingen naar betalen voor uitkomsten of betalen voor populaties. En er zijn allerlei mooie voorbeelden. En vanuit mijn leerstoel is dat ook een van de thema's waar we gericht onderzoek naar aan het doen zijn. Nou, er is steeds meer gecertificeerd en er is steeds meer bewezen. Er zijn toepassingen die gewoon in corona echt gebruikt zijn. Ik denk de belangrijkste winst, mijn proefschrift ging over acceptatie en adoptie van e-health, is dat je uiteindelijk zag dat er toch best nog wel veel koudwatervrees was. Met name bij professionals om hier aan mee te gaan. En het
de consequentie was dat als patiënten dan vroegen van moet ik deze IAD gebruiken, dat zo'n professional zei, nou een goed idee, maar voor jou misschien niet. Corona heeft heel veel mensen gedwongen om het in ieder geval uit te proberen. En ze hebben dus ook ervaren in welke situaties het werken kan, maar ook in welke situaties het niet werken kan. En waarbij je toch fysieke zorg graag wil houden. Dus in die zin is het een turning point. En diensten zoals Beter Dichtbij, wat inmiddels in heel Nederland beschikbaar komt, maken ook dat de toepassingen steeds vaker laagdrempelig beschikbaar komen. Nou, er zijn steeds meer fans. Ik zei al, de belangrijkste stap voor adoptie zijn echte zorgverleners die een hele belangrijke voorschrijvende rol hebben. Tuurlijk is er een enorme opkomst van consumententechnologie, maar als je echt gaat kijken naar digitale transformatie in de zorg, dan is juist ook die zorgverlener een cruciale factor in de implementatie. En als laatste worden er ook steeds meer barrières geslecht waar het gaat over technische integraties. Enerzijds met consumentenontwikkelingen zoals hier bij de Apple Watch of de Google Fitbit die eenvoudig te delen zijn. Maar ook bij het veel meer openstellen van elektronische patiëntendossiers. En we staan daar aan het begin. Maar je ziet wel dat de trend daar is dat ook de van traditionele gesloten systemen nu zich langzaam aan het openstellen zijn. En het persoonlijke gezondheidsomgeving is daar een trend bij. Maar ook de directe connecties tussen bedrijven die zeggen van wij moeten die data onderling uitwisselbaar maken. Maakt dat we eigenlijk in een soort van open technisch ecosysteem terecht gaan komen. Dat duurt nog even, maar dat maakt het in ieder geval veel makkelijker om digitale transformatie ook te sturen. Daan, ik spreek heel even in, want ik heb een vraag in de chat voor je. Ja. De vraag is, twee vragen. Wordt digitale transformatie ook ingezet in de eerste lijnzorg? Omdat de voorbeelden die je noemt vooral lijken te zijn gericht op de derde lijnzorg. Ja, goede vraag, dankjewel. Ja, de voorbeelden die ik gaf zijn veelal in de tweede en in de derde lijnzorg. Dus ziekenhuizen en dat soort instellingen en academische centra. In de eerste lijn zie je ook gelukkig steeds meer ontwikkeling. Ik noemde natuurlijk al die digitale huisartsen. Waarbij je ook in Nederland met Docline een grote digitale huisartsenvoorziening, Quinn. Dat zijn ze echt in Nederland, waarbij je eigenlijk op dezelfde manier op afstand kan communiceren. Maar zeker ook in de thuiszorg, want die vergeten we nog wel eens, gebeurt er ongelooflijk veel al. Waarbij je kan denken aan medicatiebegeleiding op afstand, waardoor een verpleegkundige niet meer langs hoeft te komen, maar op afstand medicijnen uitgereikt worden door een automatische dispenser. Je kan denken aan robots. Een bekende is de robot Tessa, die mensen met dementie helpt hun dagstructuur bij te houden. En natuurlijk beeldbellen, wat zowel in de thuiszorg als ook in de GGZ heel erg veel gebruikt is tijdens corona en nog steeds gebruikt wordt. Dus het is zeker niet alleen het domein van het ziekenhuis. Je ziet wel dat als je naar verdienmodellen kijkt, dat we daar in de huisartsenzorg echt nog wel een slag hebben te maken. En dat is ook een van de redenen dat het daar moeizaam en mondjesmaat van de grond komt. Terwijl in de ziekenhuizen er veel makkelijker een business case of een afspraak met een verzekeraar te maken is. Dus vandaar dat daar veel voorbeelden ook vandaan komen. En je had nog een tweede vraag, Dieudonné? Ja, er zijn er zelfs al een aantal bijgekomen. Mensen worden helemaal enthousiast met het verhaal en alle vragen. Even de vraag, we hadden net over digitale transformatie in de eerste lijn. En Jolien heeft de vraag, hoe zit het met digitale transformatie in de mentale zorg? Ja, dus de GGZ is een hele belangrijke sector die ook eigenlijk al best wel vaak, al best wel lang bezig is op dit gebied. En je ziet daar ook veel ontwikkeling. We hebben daar ook wel gezien bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat een groep mensen daar minder goed mee overweg komt. Met beeldbellen bijvoorbeeld in de GGZ voor bepaalde situaties. Maar zeker de ondersteuning van mensen met het bijhouden van dagboekjes, het blended behandelen, dat is in de GGZ, in de mentale zorg al iets wat heel lang gebeurt en waar Nederland ook echt wel toonaangevend in is. Wat ook wel weer bijzonder is, wel aardig om te noemen, is dat de twee grootste bedrijven die op dat gebied actief waren, Mind District en Carify, allebei door een buitenlandse partij opgekocht zijn. De ene door een Duitse en de andere door een Belgische. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dankjewel. En dan even de laatste vraag van Bas. Kun je een voorbeeld geven van de trend open technisch ecosysteem?
Ja, nou ja, er zijn denk ik een verschillende trends. Een hele interessante om te volgen is de trend van Founda, F-O-U-N-D-A. Founda is opgericht door een aantal jongens die komen van Adyen en vanuit de financiële techniek. En die zagen eigenlijk wat Adyen gedaan heeft, dat ze eigenlijk transacties eenvoudig mogelijk maakten tussen verschillende systemen. Dus je had betaalproviders van Ideal en van allerlei andere Molly enzovoort. En Adyen was eigenlijk een laag om die met elkaar te kunnen verbinden. Datzelfde zijn zij nu voornemens om te doen in de zorg. Dus zij koppelen met apps en met aan de ene kant en met elektronische patiëntendossiers aan de andere kant. Met als idee dat zij als het ware een tussenlaag zijn om die koppelingen mogelijk te maken en zo dat ecosysteem te doen. Andere goede voorbeelden zijn natuurlijk Apple Health en Google Fit, die in feite hebben gezegd, ja, al die wearables en al die meetapparaten, die verzamelen data. Het is onmogelijk om die allemaal te gaan verbinden aan een EPD of aan een andere app, zoals ook bijvoorbeeld onze eigen app, wat wij met Lucy doen. Dus zij hebben ook als het ware op je telefoon een tussenlaag gemaakt, waardoor die data uitwisselbaar wordt, waarbij de consument, de gebruiker in feite bepaalt wat er gebeurt. Nou, en meer op het domein van één-op-één relaties zie je dat er mooie voorbeelden ontstaan waarbij bijvoorbeeld een Beter Dichtbij koppelt met een Indivio. En Indivio is opgericht in Friesland waarbij ze video's maken en animaties om patiënten voorlichting te geven. En wij doen dat zelf ook zodat we zorgen dat zorgverleners niet in 10 systemen hoeven te werken, maar dat gewoon vanuit één systeem kunnen doen. En Hicks tenslotte is natuurlijk de marktleider in Nederland van Chipsoft in de ziekenhuizen. Daar zie je ook dat zij met zorgplatform ook weer zo'n tussenlaag in feite een manier hebben gevonden om systemen van buiten te koppelen met het EPD. Zodat de dokter of de verpleegkundige alleen in het elektronisch patiëntendossier hoeft te werken. Dat waren de vragen, Daan. Dankjewel voor je antwoorden. Oké, ik ga dan nog even naar het laatste van hoe pak je dat nou aan? En daar kunnen we denk ik heel veel leren van, ook vanuit andere sectoren. Ik heb zelf ooit een interview mogen doen, of een interviewblog mogen doen met de oprichter van Booking. Voor de onderbreking daar, we hebben nog één vraag over de systemen. En dan kunnen we dan misschien even verder met dit stukje. Sorry voor de onderbreking, maar Lilian vraagt, hoe zit het met de privacy van al die systemen die je net omschreef? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Is er aan de ene kant een hele duidelijke wetgeving ten aanzien van privacy waar partijen zich aan moeten houden in Europa met de AVG of de GDPR. Dat geeft in ieder geval veel richting dat privacy geregeld moet zijn en dat in ieder geval gebruikers weten wat er met hun data gebeurt. Maar de praktijk leert dat natuurlijk heel veel mensen op het moment dat ze zo'n lab tekst voorbij zien komen gewoon op oké klikken. En daarin zie je wel dat er heel veel verschil is in hoe er met de data wordt omgegaan. Aan de ene kant heb je Apple die het helemaal dichtgezet heeft en zelf dus ook niet bij die data kan. Dus die data verlaat zelfs jouw telefoon fysiek niet. Die gegevens worden echt op jouw iPhone in een secure enclave. Overigens, die wordt ontwikkeld door NXP in Nederland opgeslagen. Tot aan partijen die juist data veel meer als verdienmodel hebben. En daar dus ook in bepaalde mate transparant over zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is als je met consumentenapplicaties dus aan de slag gaat, dat je nadenkt over die data. Dat je goed kennis neemt wat ermee gebeurt. Als je het hebt over systemen die door zorgverleners worden ingezet, bijvoorbeeld gekoppeld aan een EPD, dan zijn er wel hele strikte eisen waaraan die moeten voldoen en dat die data dus ook niet gedeeld mag worden en ook lange tijd bewaard wordt door zo'n ziekenhuis vanuit de wetgeving. Dus privacy blijft een uitdaging, met name waar het gaat over buitenlandse partijen die hier komen. Maar ook in Nederland is het altijd goed om te bekijken, voldoet deze partij aan die wetgeving? En zo ja, vertellen ze mij dan ook wat ze met die data gaan doen en wil ik dat eigenlijk wel? En interessant is, we hebben in ons rapport 2 jaar geleden vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over digitale zorg, hebben we ook hier een hele paragraaf over geschreven. Ook met name, wat gebeurt er andersom? Wat als jouw data bij een partij ligt en zo'n partij gaat failliet? Hoe zorgen we dan dat die data continuïteit gewaarborgd is? Dus dat is ook nog wel een interessante wellicht om, als je hiervan meer wil weten, om naar te kijken. Gelet op de tijd ga ik snel naar het allerlaatste stukje. Hoe doe je dit dan? Ja,
Wat het allerbelangrijkste is, wat we in, ik zei, we hebben met, ik heb ooit een blog geschreven met de oprichter van Booking, Geert-Jan Bruinsma. Hij was een oud huisgenoot van mij. En wat hij toen zei, en dan heb ik het over een paar jaar geleden, van ja, we hebben 1500 ontwikkelaars zitten in Amsterdam. En daarvan weet meer dan de helft niet wat ze volgende week aan het doen zijn. Omdat we alle stapjes in die ontwikkeling zo ongelooflijk klein hebben gemaakt. Als ik kijk naar mijn eigen bedrijf, dan ontwikkelen, releasen wij dus nieuwe versies soms wel 2-3 keer in de week. En ten tijde van die coronacrisis was het soms wel eens 2-3 keer per dag dat wij een nieuwe versie doorvoerden waarbij je weer verbeteringen doet. Dus waar je vroeger grote plannen schreef, iedereen aan boord wilde gaan krijgen, 3 jaar vooruit dacht hoe zoiets eruit moest zien, is eigenlijk de trend van nu dat je veel meer naar een lerende cultuur gaat en iedere keer nadenkt, wat is het eerste stapje, het kleinste stapje wat ik kan zetten om direct waarde voor mijn gebruikers, voor mijn patiënten in de zorg bijvoorbeeld toe te voegen. En dat betekent dus dat je klein kan starten, maar wel heel snel, zeker nu er meer steeds meer bewezen applicaties zijn en er ook steeds meer al geleerd is, heel snel kan opschalen. En nou ja, dat kan je aan de hand van modellen doen, waardoor je eigenlijk klein begint, langzaam gaat uitbreiden en vervolgens steeds verder gaat. En iedere keer weer terugkijkt, wat is de data waaruit blijkt hoe het werkt? En wat moet ik dan verbeteren om weer een stapje te kunnen zetten? Dus start klein, maar schaal snel. En tenslotte kunnen we ook best veel leren van andere sectoren. Want bij digitale transformatie gaat het niet alleen over technologie, maar gaat het juist ook heel erg over manieren waarop jij in een team samenwerkt. Want er verandert zoveel. We hebben dat ook tijdens die coronacrisis gezien met zo'n coronacheck. We hadden juridische elementen, we hadden ICT-technische elementen. Maar we hadden vooral ook de verandering voor zorgverleners die op afstand dingen moesten doen. We hadden zelf een team, financiële modellen die gingen schuiven. Dus als je hieraan begint, wat Rogier ook liet zien, dan gaat het niet over het implementeren van een appje of een techniekje, maar het gaat echt om een organisatieverandering en soms zelfs over jouw organisatie heen. Ik vind dat ook heel interessant aan de opleiding gezondheidswetenschappen aan de Open Universiteit. Het is blended, waardoor je zowel online als offline in contact komt, maar zeker ook met allerlei andere mensen van jou, die soms al ergens werken, die studie volgen. En daardoor kan je eigenlijk nieuwe verbindingen doen. En zelf ben ik heel erg geïnspireerd geraakt door een hele andere tak van sport, maar door hoe bijvoorbeeld Special Forces, Korps Commandotroepen samenwerken en hoe zij eigenlijk op een hele unieke manier met relatief kleine teams ogenschijnlijk onmogelijke dingen voor elkaar kunnen krijgen. En daar gaat in ieder geval in het najaar meer over volgen als ik daar wat meer over ga publiceren. Dus dat is denk ik wel een hele leuke als laatste cliffhanger voor hier. Ja, ik sluit af, Dieudonné, met een klein filmpje waar ik zelf enerzijds verbaasd, maar ook wel een beetje trots op ben. Dus daarom vind ik het leuk om te delen, vooral ter inspiratie. Toen wij begonnen hadden wij nooit gedacht dat we in allerlei landen actief zouden worden zo snel. Maar corona heeft niet alleen digitale transformatie betekend voor de zorg zelf, maar ook in de manier waarop we werken. Dus alles gaat nu op afstand en in de 7 landen waar wij als bedrijf actief zijn, zijn we in 4 landen zelfs fysiek nog nooit geweest. En als je dan denkt dat dromen niet kunnen, dan kan je naar Afrika kijken. En ik laat een korte video zien van 1 minuut. En dan zal ik een laatste woordje richten. En geef ik het woord weer aan jou, Lilian of Dieudonné. Hello. This is UGMC COVID Connect. I'm Dr. Wilfred Asma. I understand you have a runny nose. It doesn't necessarily mean you have COVID-19. And that is why I need you to calm down, so that we do the best we can to help you. COVID Connect, a digital service, connects you to the medical team at the University of Ghana Medical Center for quality medical support, expert psychological counseling, testing, and in-hospital management. COVID Connect service is available on Play Store and iOS as Lucy. Lucy is spelled L-U-S-C-I-I. COVID Connect is brought to you by the UGMC, the Ministry of Health, and supported by the Farm Access Foundation. Nou, deze video werd niet onszelf gemaakt, maar staat voor mij heel erg symbool voor eigenlijk de letterlijke wegvallen van grenzen die door digitale transformatie mogelijk zijn. En ik hoop jullie met dit verhaal enerzijds een stukje kader te bieden van waar gaat het naartoe en anderzijds ook een stuk te inspireren. Want jullie,
de toekomstige studenten van de Master Gezondheidswetenschappen of van andere cursussen of gewoon in je werk, zijn wel de toekomst van de zorg. Dus blijf dromen en samen maken we dan de zorg een stukje beter. Dankjewel. Ik weet niet, we hebben misschien nog ruimte voor 1 of 2 vragen uit het publiek. Ik weet niet of er mensen zijn met nog een snelle vraag. Er komen geen vragen, dus ik denk dat we terug over kunnen naar Lilian. Dankjewel, Daan. Dankjewel. Daan, veel dank. Het was een mooie, inspirerende lezing. Ik denk dat we nu allemaal, enerzijds de theorie en anderzijds de praktijk, een heel mooi beeld hebben van wat digitale transformatie zou kunnen zijn in de praktijk. Ook al mooi dat laatste filmpje, want het laat wel zien dat het niet alleen maar een Nederlands issue is, maar dat het echt een hele brede kader kan zijn. En dat is inspirerend. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga naar de laatste puntjes, tenzij er nog vragen zijn. Anders dan gaan wij de boel afsluiten. En daarvoor wil ik nog graag even een paar laatste punten met jullie delen. Er lijken geen verdere vragen te zijn, Lilian, dus ik denk dat we door kunnen. Prima. Is mijn presentatie inmiddels in beeld nu? We kunnen hem zien, inderdaad. Heel mooi. Nou, ter afsluiting, nogmaals. Ik wil beide sprekers enorm bedanken voor de lezing. Ik denk dat het een heel mooi breed beeld heeft gegeven van wat digitale transformatie kan zijn en hoe dat er in de praktijk uit kan zien. En ik denk nogmaals, ook digitale transformatie, maar ook de thema's die Daan benoemde als data science en die wordt hier ook benoemd, data science en e-health, dat zijn ook inderdaad thema's die in die opleiding gezondheidswetenschappen uitgebreid terugkomen. Maar ter afsluiting, als de webinar afgelopen is, dan sturen we jullie nog een e-mail toe met een korte vragenlijst over deze sessie. We horen graag van jullie wat jullie ervan vonden. Dit is zeg maar de eerste... webinar en we hopen dat we er een serie van webinars rondom bepaalde thema's kunnen maken. En dan is het ook wel heel erg interessant te horen hoe dit bevalt en wat de mensen daarvan vinden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp digitale transformatie en in opleiding gezondheidswetenschappen, informatie en de brochure over de opleiding, die kun je vinden op de OU-site. Dat is de site ou.nl gezondheidswetenschappen. Daarin gaan wij ook de opnames van deze webinar plaatsen. Dat gaat even duren, want we moeten even nog goed knippen, maar dat gaat binnenkort daar zijn. Dus en voor iedereen kan het wel een mooie plek zijn om nog eens even terug te kijken naar de lezingen en naar de informatie die daar gegeven was. Want het is natuurlijk een hoop informatie die we gekregen hebben. Verder voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in die opleiding gezondheidswetenschappen, er is een informatiemiddag over gezondheidswetenschappen. Dat is 25 juni, dus over een paar weken op vrijdag. 3:30, 5:00. Die middag is bedoeld algemene informatie over de opleiding, de inhoud natuurlijk, maar het gaat ook over zaken als toegangseisen. Met welke opleiding kan ik rechtstreeks toegang krijgen? Of moet ik een schakel gaan doen? Wat is die studieplanning? Hoe zit het met administratieve zaken? Etcetera, etcetera. Nou, ook op diezelfde link die ik al hierop heb genoemd, kun je ook informatie over die informatiemiddag krijgen en je kunt je daar ook inschrijven voor deze, dat is ook weer een soort van webinar en ook op die manier kunnen we weer digitaal wat informatie geven. Ja, en als er tussendoor nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd natuurlijk mailen en informatie aanvragen. Als er verder geen vragen meer zijn, dan is het inmiddels 4:45, zitten we ruim in de tijd. Dan wil ik jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Het is de eerste webinar dat we gedaan hebben. En we waren maar blij verrast met de grote aandacht hiervoor. En de grote enthousiasme en de vele aanmeldingen. Dus we hopen dat we dit in de toekomst nog een keer kunnen herhalen. Veel dank en wellicht tot in de toekomst.